Klara betekent licht. En ik merk dat jongeren dat heel fijn vinden. Door het geloof, ja, spreekt God. En dan is het makkelijk om over God te praten middels Klara. Nou, de heilige Klara van Assisi die is geboren rond 1193 en overleden in 1253. En zij komt uit Assisi, ze is van adel. En ja, zij wilde eigenlijk al op haar 18e Franciscus van Assisi volgen. En dat is best wel bijzonder voor een vrouw natuurlijk om al zo jong doelbewust in te willen treden bij Franciscus. Alleen Franciscus die had nog geen orde. En toen heeft hij op een gegeven moment San Damiano, dat ligt in Assisi, zeg maar wat in de bossen, heeft hij tot het kerkje heeft hij als kapel voor haar gemaakt en een klooster erachter gereed gemaakt. En vervolgens is de heilige Klara daar naartoe gegaan en daar heeft ze verder heel haar leven gewoond. Dus ja, het is een bijzondere vrouw en van daaruit ook wel mijn passie, denk ik. In Megen wonen de Clarissen in het klooster Sint-Josefberg. En de Clarissen die bestaan 300 jaar. En ja, dan kreeg ik een ingeving. Ik dacht van nou, ik ga ze een cadeau geven en dat wordt het Clarapad. Dat is een pelgrimsroute van Groningen naar Megen. Vervolgens hebben we met een team een route uitgestippeld door natuurlijk hele stille gebieden. En we hebben gedacht van nou, dan is het mooi als alle parochies die er aan liggen ook meedoen. Dus we zijn gestart bij de heilige Franciscus van Assisi parochie. En nou ja, daar lopen we zo doorheen. En vervolgens gaan we even voorbij Assen. Gaan we richting de heilige Klara van Assisi parochie. Daar ben ik parochiaan. Daar kerk ik ook in deze mooie kerk in Zorgvliet. En van kerktoren naar kerktoren, van klooster naar klooster. En wat ook mooi is, is dat we doen iedere keer middels de app kleine weetjes of iets vertellen over de kloosters en alles in het kader van Klara en Franciscus natuurlijk. Oh nee, die hebben we al gehad. Als je het Klarapad pelgrimeert, dan kom je door allerlei verschillende natuurgebieden. We beginnen in Groningen en vanuit Groningen lopen we langs het Hoornse Meer. En dan hebben we links en rechts het Nonnengat en de Refter, en dat is nu water, maar vroeger was dat een klooster. Dat is dus een van de weetjes die in een ballonnetje in de Klarapad-app is opgenomen om zo wat te vertellen over wat is een refter. Het Nonnengat spreekt voor zich, want het was natuurlijk ja, in het water een soort schiereiland waar het klooster op stond. Dus dat is mooi om dan ook gelijk wat over het klooster te vertellen. We gaan door het Drentse landschap, uiteindelijk richting Oosterwolde en Zorgvliet. Beide kerken horen bij de heilige Klara van Assisi parochie. En ze hebben alle twee een lei. En vervolgens hebben we deze kerken als pelgrimskerk betiteld. En hier kan je een stempel halen. En zelfs Zorgvliet krijgt binnenkort een Mariakapelletje. De begraafplaats even buiten Zorgvliet. En daar komt Klarapad natuurlijk ook langs. En dat kapelletje is altijd open en dan kunnen mensen even bidden. Vervolgens gaan we door richting Kampen. Nou, vanuit dat water gaan we door naar de Veluwe. Nou, dan gaat het Klarapad door naar Tiel en in Tiel steken we weer water over en lopen we richting Megen om te zorgen dat we ja, bij het klooster Sint-Josefberg van de Clarissen aankomen. We gaan nu de lei ophangen, want ik heb al menige verzuchting gehoord op een kopje koffie. Kijk even goed, want de lei wordt opgehangen.
door onze onvolprezen klusje. Het was heel belangrijk om te zorgen dat jongeren meedoen. En die jongeren die hebben van alles gemaakt voor de webwinkel, want dat is er ook aan gekoppeld. En het Klare Pad inspireerde hun ook eigenlijk heel erg. En we zijn begonnen om in Mega een ROC de Leigraaf in Veghel erbij te betrekken, zodat de leerlingen het middels een opdracht iets konden maken. En uiteindelijk is dat een patijntje geworden. En dat patijntje dat is in Mega zeg maar te koop. En andere jongeren die geïnspireerd zijn door het Klare Pad, die zijn ook gestart met van petflessen. Recyclebaar materiaal, kleine klaretjes te printen op een 3D-printer. En sommigen zijn begonnen om tassen te maken. En dan merk je dat jongeren toch komen, dichterbij komen om iets te vertellen wat hun bezighoudt in het geloof. En dat is mooi om te zien dat, ja, dat jongeren daar toch over nadenken en zorgen dat het in hun leven ook een plekje krijgt. En ja, dat is niet meer zoals traditioneel in deze kerk. Dat merk ik ook in onze parochie bij de jongeren. Dat het ja, allemaal niet meer zo traditioneel is. En natuurlijk voedt de viering op zondagje of op zaterdag, maakt niet uit wanneer. Maar je ziet dus eigenlijk dat ook op een andere manier het geloof belangrijk is. Wel mooi om te zien dat je niet alleen maar in een kerk hoeft te zijn om toch je geloof een plekje te geven. En door hoop ja, helpt het om naar God te komen. En op een of andere manier zie je dat hopen en dat toekomstgerichte, daarover nadenken op het Klare Pad of in het klooster of in de parochie, ja, de jonge mensen helpt om toch het vorm te geven in deze moeilijke tijd. De heilige Clara heeft mij ook ja, heel veel troost geboden. En die biedt me nog steeds heel veel troost. Naast natuurlijk Maria. Want, ik ben lang geleden mijn zoon verloren. En ja, in het begin was ik boos, verdrietig. Ik had zoiets van, hoe kan dit? Ik vroeg mezelf steeds af waarom en waarom. Maar goed, dat brengt je niets. Maar goed, wel. Mijn geloof bracht mij heel veel. En heilige Clara en trouwens Maria ook, die kijken naar de arme Christus. En arme Christus is niet dat hij niet rijk is, want arme Christus is denk ik heel rijk. En daardoor kon ik ook me rijk voelen, ondanks dat mijn zoon overleden was. En rijk is dan voor mij dat ik mijn rouwverwerking ook daadwerkelijk heb kunnen herbeleven en een plek heb kunnen geven in mezelf. En dat is denk ik wel een hele belangrijke stap in het volgen van heilige Clara. En Maria natuurlijk, ja, ook haar kind verloren. Dus beide zijn ja, hele belangrijke, rouwverwerkende ja, personen voor mij. Ja.